In Via Cultura Live. Hoe gaat het met de ondernemers in de nasleep van corona? Bij de huidige kosten en kijkend naar de toekomst. Met Fysico Fysiotherapie, muziekwinkel Decibels en Broodbar Boerenbontje. De live act is van Juno en Joni en de presentatie en gespreksleiding in handen van Sylvia Landa. Goedenavond allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Via Cultura, we zitten in november. Dus we gaan weer richting de feestdagen en daar kijk ik altijd enorm naar uit. Ik vind dat heel leuk. Ik hoop jullie ook. Ik heb vanavond weer een aantal leuke ondernemers meegenomen. Vind ik zelf dan natuurlijk, maar jullie vast ook wel. Ik laat ze zichzelf even voorstellen, want wie kan dat beter dan zijzelf? Het woord is aan de tafeldame naast mij. Hi, goedenavond. Ik ben Desiree van Decibels. En ik weet eigenlijk niet wat ik dan nog moet zeggen. Ja, jij zit op de Voorstraat Noord, toch? Ja, klopt. Ik zit op de Voorstraat Noord sinds 1 mei dit jaar. Ja. Ja. Ja, leuke aanwinst. Ziet er mooi uit. Dank je wel. Mooie zaak. Gaan we daar ook nog wel even wat verder op in. Want ik vind wel een heel bijzondere vorm van ondernemerschap wat jij doet. Dus daar wil ik daar ook wel wat meer over weten. Naast jou zit Jermaine. Hoi. Hallo. Jermaine, boerenbontje? Nee, toch? Jij hebt een andere achternaam, toch? Ja, ik heet Xin Feng Xun. Dus dat is een beetje Chinees. Beetje wel leuk. Ja. En ik heb boerenbontje op de Voorstraat 257. Ja, was dat nou ook in ene keer Voorstraat Noord, zag ik nu, in het Voorstraat Noord Festival? Ja, Voorstraat Noord Festival waren we even nooit. Wauw. Ja, leuk joh. Fantastisch. Ja, dat was een leuk feestje. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En naast jou zit Lars. Ja, Lars van de Toren. Ik ben van Fysico. Een tijdje geleden zijn we eigenlijk aan de overkant van het water terechtgekomen. Wat betreft KV13, daar zitten we in het pand. En wel een beetje misschien vreemde eend in de bijt hier. In de zorg in ieder geval. Maar wel ondernemerschap, toch? Zeker wel. Ja. Ja. Zeker leuk. Ja, en ook op een bijzondere manier, dat is ook wel de reden waarom dat je hier bent. Dat ga ik daar ook wat verder op in, want ik vind de manier hoe jullie fysiotherapie doen, is eigenlijk bewegend uit je ellende komen. Zo zie ik het eigenlijk een beetje. Zeg je goed toch, of niet? Ja, zeker. We hebben een vrij jong team en ook zeker de locatie waar het gebeurt, denk ik dat ook wel daaraan meewerkt. Maar inderdaad vol motivatie mensen zo goed mogelijk proberen te helpen bij het probleem dat ze op dat moment ervaren. Ja. Zeker. Ja, ja. Desiree, ik vind als ik jouw winkel voorbij kom of ik kom bij jou binnen, dan zitten mensen op instrumenten te spelen. Of je bent zelf aan het spelen. Mensen, er komen hele bands bij jou in de winkel langs. En ja, is dat jouw bedoeling? Is dat zo gelopen? Hoe zit dat? Een stukje wel bedoeling inderdaad. Ik had altijd al de droom om een winkel te beginnen. En uiteindelijk is muziek wel het grootste deel van mijn leven. Dus toen ik de kans kreeg om de winkel van Henk Volhuid over te nemen en daar een echte muziekwinkel van te maken, had ik al wel het idee van dit moet ook gewoon een ontmoetingspunt worden voor muzikanten. Dat er gewoon lekker gejamd kan worden. Daarom staat er een heel drumstel en eigenlijk kan je alles aansluiten. Omdat je kan wel een muziekwinkel zijn, maar als er geen muziek wordt gemaakt, in hoeverre ben je dan een muziekwinkel eigenlijk? Het is toch de verbinding die je geeft en door samen te spelen ontstaan vaak wel de leukste ideeën voor muziek. Ja, ja. Dus, ja. Ja. Ja, en het is natuurlijk, want je hebt instrumenten, je hebt vinylplaten, zag ik, platenspelers. Het is heel breed, hè? Het is echt alles wat met muziek te maken heeft. Van blokfluit tot modulaire synth. Inderdaad, ik heb 78 toeren platen, maar ik heb ook gewoon cd's en nog wat cassettebandjes liggen. Dus ja, eigenlijk alles op
muziek, waar dat muziek uitkomt, ja. Staat in de winkel. En bespeel je zelf nog een instrument? Of, Ja, ik speel zelf sax en dwarsfluit. Okay. Dus saxofoon doe ik eigenlijk al heel mijn leven. Mm-hmm. En dwarsfluit, ja, ook daar ben ik ooit mee begonnen. Maar dat vond ik in het begin helemaal niet leuk. Daarom ben ik sax gaan spelen. En toen ik erachter kwam dat je eigenlijk met fluit ook gewoon op een effectpedaal aan kan sluiten. Tenminste, je microfoon. En dan ja, gewoon hele leuke dingen mee kan doen, is de fluit er weer terug bijgekomen. Ja, 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 oké, leuk. En de laatste keer zag ik ook een zangeres, echt een hele band, hè? Dus, ja, één keer in de maand hebben wij op zaterdag het... wij noem ik ook gewoon mijn vrienden, want die helpen we daarbij. Ja. Zetten we een band of een singer-songwriter neer. Het meeste is akoestisch. Mm-hmm. Heel soms is er een kleine versterking bij om net de zang wat beter uit te laten komen. Maar het is gewoon leuk om beginnende artiesten neer te kunnen zetten. Nini die heeft het geopend. Mm-hmm. Met goeie een akoestische, een hele goede zangeres, ja, absoluut. Ja, zeker. Op akoestisch gitaar. Met zang erbij, wat gewoon prachtig was. Daarna Romeo Major, die het eigenlijk een beetje regelt. Ja. Heeft daarna op gitaar gespeeld. En ik krijg zelfs aanvragen binnen van: goh, mogen wij in jouw winkel spelen? Ja, dan doe je het goed, hè? Ja, dan doe je het goed. En dat vind ik wel gewoon heel leuk. Ja. Maar het is ook leuk om te doen. Ja. Je merkt toch ook, je hebt een beetje de vaste bezoekers die komen. Maar ook de voorbijganger die in ene keer zoiets heeft van... Hé, er staat wat te spelen. Ja. Afgelopen weekend hadden we de presentatie van Fakebook. En in ene keer stonden er 20 muzikanten voor mijn deur. Die zoiets hadden van: hé, wat is hier aan de hand? Ja. En ja, helaas, 20 man past niet geheel in de winkel. Maar het was wel gewoon heel leuk. Ja, ja, dat snap ik. En zonder meteen heel diep erop in te gaan, ben je tevreden tot nu toe hoe het zakelijk gaat dan? Ja, absoluut. Ik vind zelf dat ik niet mag klagen. Het is de kosten van de huur die gelukkig lekker laag zijn, kan ik opbrengen van hetgeen wat eruit komt. Ja. En dat is mijn eerste doel. Ik hoef niet per se mega rijk ervan te worden. Het is echt gewoon als ik de kosten voor de winkel eruit kan halen en een beetje voor mijn eigen hypotheek, ben ik al lang tevreden. Ja. Nou, want je werkt er nog bij, hè? Heb ik, Op dit moment even niet. Ik werkte in de horeca. Ja, dat is qua uren niet per se geheel te combineren als je tot 's nachts staat te werken en daarna weer in je winkel moet staan. Maar op dit moment, ik heb een buffertje waarvoor dat ik kan zeggen van: ik ga me eerst focussen op de winkel. En als dat goed loopt, hoef ik er misschien geen baan bij. Loopt het niet? Ja, het is toekomst. Ik kan er weinig van zeggen. Ja. Maar dan moet er een baantje bij. Ja. Ja, in het tweede uur wil ik ook nog wat dieper ingaan op hoe we naar de toekomst toe denken en kijken. Dus dat ga ik je daar ook nog wel vragen. Dus het gaat op dit moment eigenlijk een beetje zoals je het wil? Of zijn er ook wel leuke verrassingen bij? Of... Het zijn alleen maar leuke verrassingen. Ja. Ik krijg zoveel leuke reacties van mensen die binnenkomen van: oh, een oude muziekwinkel. En dit is toch echt wel een candy shop voor de muzikant. Ja. Gewoon kindjes die binnenkomen lopen en toch even op dat drumstel willen. En dan heb ik zoiets, doe maar gewoon. Doe maar. Ja. Doe maar. En ja, gewoon alleen maar leuke reacties. Ook van de ondernemers op de Voorstraat zelf. Ja. Dat ze blij zijn dat ik er... Ja, de winkel ziet er echt fantastisch uit, hoor. Die etalage ook altijd. Het is lust voor het oog. Voor de mensen die het dus niet weten. Voorstad Noord, je zit naast het oudste rockcafé van Dordt, hè? Je zit naast het Avontuur. Beter kan je niet zitten, denk ik, met een muziekwinkel, geweldig. Of niet? Het is de beste plek eigenlijk op de Voorstraat voor een muziekwinkel om te zitten. Je zit wat achteraan, maar uiteindelijk... Het is vooraan. Ja, vooraan. Sorry, bedweterig, maar het is zo. De Voorstraat begint bij ons. Ja, ja. Het is wat vooraan. Ja, maar ja, je zit ook wel tussen de gezelligheid. Ja. Ook vanuit het magazijn. Ja. En
De andere kroegen die hier zitten. Ook bij daar. Branderhorst, natuurlijk. Ja. Ja. Maar ook mensen die op het terras zitten bij de tijd en die zoiets hebben. Ik hoor muziek en die komen binnen en dan zien ze een jam en hebben ze iets. Mogen we even meespelen? Ja. Gewoon, ja, ja. De perfecte plek om te zitten. Ja, leuk man. Absoluut. Heel erg leuk. Ik ga straks nog even met jou verder praten hoor, Deze. Want ik wil nog wel meer weten natuurlijk. Dat is goed. Wij hebben vanavond ook een heel lieftallig duo bij. En ja, het zijn fantastische mensen, eigenlijk ook wel een beetje vrienden van me. Maar goed, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, hè, want dat voelt natuurlijk weer. Maar ik heb vanavond meegenomen Joni en Juno. En ik heb ze zo gek gekregen om wat voor ons te dichten. Want er wordt hier eigenlijk altijd muziek gemaakt. Ik wilde gewoon eens wat anders. Dus Juno, ik ga daar nog even met jullie ook in gesprek natuurlijk. Maar ja, natuurlijk. Hartstikke gezellig. Ja. Mag ik voor jou een mooi gedicht, alsjeblieft? Tuurlijk. Pakken hoor, want ik vind dat fijn. Daar gaan we. Feest aan feest en kroeg naar kroeg. After, after, after. Genoeg is nooit genoeg. Samen zullen we ze sluiten. Feestbeesten en kroegen tijgers. Maak ons niet druk. We staan stevig in de stijgers. Een verloren generatie, wij kijken wel weg. Corruptie, hongersnood, oorlog, ik noem het gewoon pech. Dus ik ga door deze wereld, ik maak alles maar half mee. Investeer mezelf in niks en vind dat best oké. Veranderen doet niks, ik hoop dat je dat ziet. Want kinderen van God zijn wij gelukkig niet. Dankjewel, Juno. Dat... Alsjeblieft. Heel mooi. Mis een beetje applaus. Kom, jongens. Ja. Dankjewel. Ja. Hey, mijn best te doen. Juno, mag ik nog even wat aan jou vragen? Want ik begreep dat er een gedicht... Er komt een gedicht op een muur. Er komt een gedicht op de twee uiltjes. Ja. Maar we vinden het allemaal heel spannend. De vergunning is net rond. Ja. Dus het is nog een beetje spannend. Maar... Ja. Als het goed is, komt hij er in maart op. En dan, ja. Dan wordt het een grote onthulling. Ik ben ook in april jarig, 1 april. Dus dan is het, als het goed is, de onthulling. En het wordt een groot feest. Ja. En ik hoop dat iedereen komt. Jullie zijn allemaal uitgenodigd. Ja, leuk. En alle luisteraars ook. Ja. En de technici ook. Hans, je bent uitgenodigd. Ja, leuk hoor. Alsjeblieft. Geweldig. Ja, ik kijk er naar uit, Juno. Ik dus ook. Dat wordt wel spannend. Het was een bevalling dit. Ik heb ooit een keer een subsidie aangevraagd voor dit project. En mijn god, daar komt veel bij kijken. Dat is echt gewoon, je bent aan het showen. We zijn hier op de staart bezig geweest. Daar hebben we ook 4 nieuwe doeken neergezet. En het was echt man. Je denkt, ik begin aan iets. En hoe kom ik hier ooit vanaf? Op een gegeven moment had ik zoiets van, ik maak het terug over. Maar dat mag ook niet. Nee. Ze hebben hele verwachtingen van die mensen. Ik denk, nou... Pak gewoon mijn telefoon niet op als ze bellen. Maar nou gaat het echt gebeuren, toch? Ja. Ja, en laat ik nou op eerste rij zitten. Ja, godverdorie. Sommige mensen hebben alle geluk van de wereld. Echt waar. En ook nog leuke buren erbij. Ja, zeker. Ja. Nou, Juno, we gaan jullie straks nog even horen. Althans, ja. We gaan zo meteen Joni horen, denk ik. Ja, die is aan de beurt. Die is zo meteen, Tot zo. Ja, ik ga je zo horen, schat. Gaan wij nog even wijn drinken? Ja, doe dat maar. Ga ik nu eventjes naar Jermaine. Zit je relaxed, Jermaine? Oké, goedenavond. Je had een heel leuk filmpje opgestuurd. Het is natuurlijk niet alleen dat filmpje. Maar luister, je bent net verhuisd hè, met Boerenbondje. Althans net. Je zit natuurlijk ook alweer een tijdje. Mooi, ziet er ook heel goed uit, hè? Ja, het is echt een Jermaine zaakje geworden. Ja. Zoals ik ben en zoals ik het voel. Zo is mijn zaak. Ja. Ja. Ja, en voor de mensen thuis, want ik weet het natuurlijk wel, maar je kookt dus Surinaams-Turks? Ja, ik doe wat Surinaamse gerechten, wat Turkse gerechten. Of ik mix de kruiden door elkaar. Dus het is echt een mengelmoes van twee culturen die in elkaar smelten. Ja. Ja. Het is een aparte combinatie. Hoe komt dat zo? Mijn kinderen zijn half Turks en half Surinaams. En ik wilde niet een standaard
Surinaams eetzaakje zijn. Mm. Ik wilde het anders. Ja. En ik denk dat dit gewoon heel erg leuk gelukt is. Ja. En er zit ook een terras voor, hè? Dus, Ja, tegenwoordig heb ik een klein terrasje. Ja. Ja, wat er gewoon heel gezellig uitziet. Ja. Niet super groot. Maar... Groot genoeg. Groot genoeg voor mij. Ja, ja, ja. Maar als je... Want je bent ook... Want het is iets groter geworden, denk ik, hè? Dan je vorige locatie, toch? Met het terras erbij is het iets groter geworden. Maar binnen is het kleiner dan, waar ik zat op de Tolburgstraat. Ja. Want het is zo, je kan dus bij jou zitten en eten, maar je kan het ook meenemen. Hè? Ja, je kan ook afhalen. Je kan een WhatsApp-ordertje bestellen. Ja. WhatsApp-order plaatsen en dan kan je het gewoon lekker ophalen. Ja. En dat is voor de mensen die al aan het werk zijn, is dat soms wel handig. Dan hoeven ze niet te wachten op hun eten. Soms wel, want soms is het... Ik doe alles alleen. Dus soms is het wel zo druk dat ik... dat mensen gewoon iets langer moeten wachten op hun eten. Ja, maar en zitten daar dan nog thema's aan? Want ik heb ook, ik zie ook wel op social media wat dingen voorbij gaan. Je hebt een prakje... Ik heb een prakje voor het gemakkie. Ja. Dat heb ik op dinsdag. Voor de mensen die hard aan het werken zijn. Ik zei het druk zijn met hun kinderen. En sowieso heb je geen tijd om te koken. Ik doe een lekker prakje bestellen bij Jermaine. En het is altijd een stampotje, alleen dan wel met een twist. Ja. 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 Dus het is niet een standaard stampotje. Stampot ad Davy of iets dergelijks. Nee, dan is het echt gewoon met rendang. Ja. En met paksoi. Dus, echt wel met een twist. Ja. Ja. Nou begrijp ik dus vanuit je verhaal dat je dus... van het kennen dat... het is, de naam is gebaseerd op het bedrijf wat je ouders hebben gehad, hè? Ja, mijn ouders hebben vroeger een snackbar gehad op de Voorstraat. En... dat hebben ze een aantal jaren hebben ze dat gehad. Zijn ze mee gestopt en dat vond ik altijd jammer. Mm-hmm. Helaas leven ze niet meer. En na het overlijden van de laatste, en dat is in dit geval dan mijn vader, had ik steeds van, nou weet je, ik raakte mijn baan kwijt. En ik had steeds van, nou lijkt me toch tof om het eens te proberen. En toen had ik steeds van, nou weet je, als ik een leuk pandje vind... In het centrum van Doord, dan wil ik het toch eens proberen. Mm. En zo ben ik in de Tolbrugstraat begonnen. Ja. Heb ik 6,5 jaar gezeten. Alleen ja, de locatie was toch altijd wel heel lastig. En toen kwam dit vrij op de Voorstraat. Toen zei ik, nou weet je, hoe cool is het als ik dan uiteindelijk toch weer op de Voorstraat kom te zitten met Boerenbontje. En dat gelukt. Ja. Niet op hetzelfde plekje, maar wel redelijk dicht in de buurt. Hetzelfde buurtje, ja. Ja, en zijn het dan ook de recepten van je ouders die je gebruiken? Of is het meer moderne dingen? Nee, het is vooral herinneringen hoe mijn moeder haar eten maakte. Zoals het voor mij smaakte. En dat heb ik geprobeerd om te evenaren. En tuurlijk heb ik vroeger met mijn moeder wel in de keuken gestaan en heb ik dingetjes van haar geleerd. Ja. Maar in grote lijnen heb ik het wel allemaal zelf moeten ontdekken. Ja. Ik heb heel veel dingen die ik nu maak, had ik nog nooit gemaakt. Nee. Dus ik weet wel hoe het hoort te smaken. Ja. En ik denk dat me dat heel goed is gelukt om daar redelijk in de buurt te komen. Ja. Ik denk het wel. Ik heb al een aantal keren iets bij je mogen eten. Dat smaakt fantastisch. Geweldig. Dus ja, en ik vind het sfeertje ook heel leuk. Het is heel vrij bij jou binnen. Hè? Mensen mogen ook wat te drinken pakken. Ja, lekker zelf pakken. Voel je thuis. Ja. Mag zelfs naar mijn privé toilet. Ja. Want ik heb geen ander toilet. Ja. Kan ik dan, zeg maar. Ja, dat is wel een toilet natuurlijk. Ja. 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 Maar ja. Dus ja, nee, weet je. Ik hou ervan. Ja. Ja, ik ook. Dus allemaal naar het Boerenbontje, zou ik zeggen. Lekker eten. Van harte welkom. Ik ga straks met jou nog wat verder over waar we naartoe gaan met z'n allen. En hoe we hopen dat we over een aantal jaren ervoor staan. Ik wil nu graag toch Joni naar voren hebben. Ben je er klaar voor, Joni? Ja. 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 Dit gedicht is geïnspireerd door de tekst op een pen. Het is een beetje een vage tekst.
En vandaar ook de titel. Laat je niets wijs maken, blijf scherp. Dat stond er op de pen. Helpeloos, hulpeloos. In de kamer van koophandel met een doos op schoot. Vol boutjes, pluggetjes, in ieder gaatje past er één. Maar niet in mijn agenda. Het tijdsframe gespleten. Denk ik aan Paul de Leeuw, hoe de split van een banaan voor hem heeft gewerkt. Niet bij de KVK, daar is de muur. Waar is de camera? Dankjewel, Joni. Ja, wij kennen jou eigenlijk als zangeres, hè? Ja, dat klopt. Ja, je hebt echt een hele mooie zangstem. Daar ben ik altijd een beetje verliefd op, eerlijk gezegd. Zo mooi. Buiten dat je natuurlijk nu hier staat te dichten, ben je ook best wel actief op social media. Ik zie je regelmatig voorbij gaan, met filmpjes ook. Ja, dat klopt. Ja, hè? Ja, we zijn gestart met een nieuw project. Ja. En dat heet De Plaag. Ja. Ja, ja daar, wil ik dadelijk heel veel van weten natuurlijk. Maar, ja, maar ik zie je ook op andere, met andere filmpjes dingen daar waar je dingen uitlegt. Of van de week stond er iets met een kat op. Ja, je ben actief toch? Ik zie van alles voorbij gaan. Ja. Nou ja, goed. Ik wil straks meer weten van het nieuwe project van jullie. Is goed. En dan gaan we eens eventjes de plaag naar voren halen. Voor nu, dankjewel. Lars. Ja. Fysico. Eigenlijk ook inderdaad nog niet zo heel lang in dit nieuwe pand. Hè? Hoe lang inmiddels? Vanaf 2020. Naast Villa Augustus. Januari, hè? Precies. Ja, naast Villa Augustus, toch? Ja. Ja. Ja, we zijn gestart in een pand op Dordtskil. Ja. En daar hebben we het heel erg naar ons zin gehad. Zijn we leuk geholpen door iemand die daar heel veel mooie ideeën had met zijn bedrijf. Dat was Nico. En vanuit die positie zijn we kunnen opbouwen. En eigenlijk groeide het wat sneller uit. Tot het bedrijf waar we nu staan. Toen kregen we dus inderdaad te horen dat er hier een stukje verderop een KV13, een medisch centrum gebouwd werd. Eerste lijnshuis. Ja. En daar heeft Fernando, mijn compagnon, die is daar gelijk op ingegaan. En die heeft gevraagd van, joh, kunnen wij daarin als fysiotherapeut? Ja. En de eigenaren, Michiel en Ina, huisartsen beneden, die vonden dat leuk. Dus zijn we mee in gesprek geraakt. En zo zijn we op een gegeven moment eruit gekomen om daar in te komen. In jullie zijn met meerdere fysio's daar, hè? Of fysiotherapeuten, hoeveel? We zijn nu met 9 inmiddels. Afgelopen periode zijn er weer 2 weggegaan. Nu is er weer iemand bij. En we werken ook met stagiaires. Die zo nu en dan ook weer na een half jaar of soms een iets kortere periode weer verder gaan naar een volgende stage of met de studie weer verder. Ja. 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 Op een gegeven moment zijn we nu in dit pand gekomen. En je bent natuurlijk steeds in beweging. En nu zijn we ook bezig met een volgend project. Ja, of tenminste, eigenlijk een project, eigenlijk de volgende praktijk. En dat next, is Sport City. Ja. Ja, Next. Ja, ja. Sport City, daar zitten we dan in. En dat heet dan Physico Next. Ja. En dat doen we samen met z'n drieën. Ja. Niels is daar het gezicht. Die gaat echt de boel draaien. En ik en Fernando proberen zo het gras voor zijn voeten weg te maaien. Zodat hij zich kan focussen op wat echt belangrijk is. Ja. En dat zijn voor de schermen, hè, bezig zijn met de handen, maar ook zeker in de oefenzaal. Ja. Zoals je ook zelf wel toen hebt ervaren. Ja. Dat bewegen, dat is het motto. Ja, want jullie hebben wel behandelkamers, hè, maar ik zie die eigenlijk altijd leeg. Jullie zijn eigenlijk altijd in de zaal met mensen aan het bewegen. Nou, het is altijd een combinatie. We zijn bezig met een probleem. Hè. Iemand heeft een probleem. Dat kan zijn bijvoorbeeld een nieuwe knie of een nieuwe heup. En daar ben je ook altijd wel, zoals we dat in ons vak noemen, hands-on mee bezig. Ja. Maar we hebben het super
op dit moment, op deze locatie hebben we het super, super voor elkaar. Daar hebben we een mooie oefenruimte. Ja. Waar iedereen ook kan revalideren, echt. Hè. Dus ook de kracht, stabiliteit, coördinatie, trainen. Ja. Maar daarentegen is het ook zeker nodig om hands-on te ja. behandelen. Ja. Vanwege het feit om reactie waar te kunnen nemen. Maar ook zeker mobilisatie, technieken, zulke soort dingetjes moet dan wel altijd gebeuren. Ja. Dus, maar het grootste gedeelte zijn we zeker bezig in de oefenzaal. Ja. Want dat is ook wel de tegenwoordige lijn van de fysiotherapie. Ja. Veel is evidence-based, is toch bezig zijn. Hè, en zorgen dat je sterker wordt. En dat je zelf oplossingsgericht de patiënt weer naar huis kan sturen. Ja. Ja. Ja, en jullie hebben ook een, ik weet niet of ik het goed zeg, een fysio-fitness programma, begrijp ik, twee keer in de week. Ja. Dat is twee keer in de week. Hè. Dan kunnen mensen dus, die eigenlijk uitbehandeld zijn, maar toch moeten blijven bewegen om welke reden dan ook. Ja, precies. Het is zo'n mooie ruimte, maar wel, je kan er niet volledig iedereen kwijt die dan bijvoorbeeld een abonnement zou willen afnemen. Ja. Dus we hebben daar ruimte voor gereserveerd. Ja. En voornamelijk omdat de vraag toch wel steeds naar voren kwam. Bij mensen die het gewoon prettig hebben ervaren, hè, de revalidatie. Ja. En dan na zo'n revalidatie het liefst wel op die locatie ook willen blijven sporten. Ja. En daar hebben we dat fysio-fitness hebben we daar in het leven geroepen. Ja. Zodat iedereen daar de mogelijkheid voor houdt, als ze dat echt willen. Ja, ja, maar jullie zijn natuurlijk inderdaad ook veel met revalidatie bezig. Ook corona-revalidatie natuurlijk. Ja. En ik heb wel gezien dat jullie ook inderdaad, want over corona werd natuurlijk ook wel heel veel onzin en zin verkondigd. Maar ik heb bij jullie inderdaad ook wel mensen gezien dat ik echt dacht van mensen in de rolstoelen, hè? Ja, ja, ja. Ja. Je ziet zoveel verschillende dingen. En zeker als mensen in zo'n geval echt heftig corona hebben gehad. Het COVID-stukje is heel divers. We hebben ook bijvoorbeeld mensen gehad die ook weer vanuit medicatie later een stukje comorbiditeit hebben gehad. Hè. Dat was dan weliswaar gewoon een normaal medicatie. Hè. Ja. Maar die kon daar dus bijvoorbeeld niet tegen. Twee heupkoppen afgestorven, waardoor er weer nieuwe heupen ingezet werden op het gelijke moment. Gelukkig hebben ze daar hele mooie technieken tegenwoordig voor. Ja. Voorste benadering van het inzetten van een prothese. Ja. Waarbij iemand gelijk ook kan belasten. Ja. En direct ook in zo'n oefenzaal terecht kan om aan de slag te gaan. En dat is ook wel echt noodzaak. Ja, ja dat is dat denk ik het mooiste van jouw beroep. Hè? Dat je op een gegeven moment mensen toch immobiel binnen zie komen. En dan... Ja, dat is ook wel echt een gekke wat ik zelf heb meegemaakt. Mijn vader heeft, wat heel veel mensen hebben gezien in COVID-tijd, mijn vader heeft dat 5 jaar daarvoor al meegemaakt. Eigenlijk een soort vanzelfde probleem, alleen dan met een ander virus. Oh ja. En die heeft toen ook op zijn buik gelegen een aantal weken. Ja. Maar vanuit dat stukje hadden wij die ervaring al. Wat er dus precies gebeurde met al die COVID-patiënten. Alleen, ik heb mijn vader 5 jaar eerder al gerevalideerd. Ja. En die heeft toen precies op mezelfde. Die kwam echt zonder zijn. Hij kon zijn hand net optillen. Kwam die eruit. Dus ja, dat heeft ook wel een stukje extra ervaring gehad voor ons. Hè. Ja. Dat waren eigenlijk soortgelijke revalidatie. Kijk, ieder individu is weer anders in zo'n verhaal natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja, maar dat is mooi natuurlijk ook, omdat je ook dat één op één natuurlijk. Dus je hebt heel close contact met iedereen, waardoor je een heel specifiek trainingsprogramma bij jullie hebt. Hè? Ja, ja, het is altijd, we werken individueel, ja. Ja. We hebben niet, je hebt bepaalde, met bepaalde...
aandoeningen kan je dat best wel doen. Hè. Dat is ook zeker... soms geeft dat ook heel veel voordelen. Hè. Ja. Om groepen mensen te hebben. Bijvoorbeeld de COPD-groep qua training. Dat doen we zeker nu ook nog bij ons bewust niet. Omdat we dat stukje één op één aandacht gewoon heel erg belangrijk vinden. Ja, ja begrijp ik. Ja. Oké. Okay, ik denk dat we nog eventjes naar... gaan we naar jou, Juno? Ga jij nog een mooi gedicht voordragen? Oké. Okay. Zitten er klaar voor? Daar zijn we. Ik was er niet helemaal klaar voor. Sorry. Ik stond nog bij de wijn. Bij de wijnkoeler. Daar gaan we weer. Ik heb er nu al zin in. Vandaag doe ik niks. Zeker niks anders. En kon ik dat veranderen? Dan deed ik niet anders. Diep gekeerd in mezelf. Ben moederziel alleen. Ik laat alles gaan, wil niks meer om me heen. De leegte in mijn hart, het schreeuwen in mijn hoofd, zijn offers die ik maak voor het leven dat ik koos. Geluk een valse belofte, daar brand ik mij niet aan. Gelukkig ongelukkig, dat is mijn bestaan. Ja, mooi hoor. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Graag gedaan. Gelukkig ongelukkig. Ja, ik zie aan jou alleen maar een glimlach. Je bent echt... het is echt een mooi leven, hè, wat je nu hebt, hè, deze. Want ik zie echt... Ja, ik zie je zo glunderen. Ook iedere keer als ik voorbij de zaak loop... dan zie ik die big smile op je gezicht. Dat is echt... Ja, ik kan er ook alleen maar gelukkig van worden. Ja. Ik ben omringd met muziekinstrumenten en muziek... en zoveel leuke mensen die binnenkomen. Het is... de beste keuze die ik ooit in mijn leven heb gemaakt... om toch de stap te zetten om uiteindelijk mijn eigen winkel te beginnen. Ja. Het heeft ongeveer 20 jaar geduurd, maar dan heb je ook wat. Ja. En alle ervaringen ondertussen die opgedaan zijn in eigenlijk de retail... maar ook in de horeca, dat helpt gewoon een hele hoop. Ja. Door toch iets aparts neer te kunnen zetten. Het is... misschien net een andere vorm van ondernemen, maar wel de leukste vorm, vind ik eigenlijk. Ja, dat straal je zeker uit. Als ik bij jou binnen ben en dan sta ik in die platen te zoeken... en dan staan we in no time samen platen te draaien... en dan kom jij mijn andere platen aanrennen. Dus vind ik altijd wel een van de leukste dingen eigenlijk. Als je dan met je eigen keuzes aankomt, dan maak het dan toch... dan kom je weer met andere soort muziek in aanraking. Absoluut. Dat is toch leuk, ja. Ja, maar zo moet het ook toch een beetje... Ja. Gewoon, ja. Ja. Er zijn zoveel soorten muziek. Dat het is zo breed en muziek is gewoon wat je aanspreekt. Ja. Je kan iets leuk vinden. Soms lachen we ons eigen helemaal kapot om een of ander vaag singeltje uit de jaren 90. Dat je denkt van nou, mag ik dicht gaan draaien dan. Dan loopt heel de zaal meteen leeg en anderen hebben weer zoiets van, deze kan wel aanslaan. Ja. En het is ook muziek die ik zelf niet altijd ken. Ja. Ik heb natuurlijk de platencollectie van Henk overgenomen. En in eerste instantie had ik zoiets van, ik weet niet wat hierin zit. Maar uiteindelijk zitten er echt best wel pareltjes tussen. Ja. En ook de klanten die langskomen en toch even de moeite nemen om door die bakken te gaan. Gaan soms echt happy naar huis met een plaatje van een euro. Ja. Dat zochten ze al zo. Ja, je hebt mij ook al een paar keer blij gemaakt. Dus Maar dat is het leukste. Ja. Je maakt er gewoon mensen blij mee. En ik denk ook, Jermaine heeft dat met zijn eten. Dan maak je als zijn tosties, hij maakt mij daar blij mee. Ja. Dat zijn de beste tosties ever. En, de fysio. Ik weet hoe het is om bij een fysio te moeten lopen. Toch ook, het is soms niet leuk, maar ze maken je wel blij. Want uiteindelijk met de juiste fysio kom je waar je moet wezen. Ja, bij jou is er ook muziek, hè, Jermaine? Want als ik bij jou binnenloop, staat er altijd muziek aan. Is dat nog steeds je eigen keuze? Want ik weet natuurlijk dat jij eigenlijk een hele goede DJ bent... Is dat of zetten klanten wat aan? Of hoe? Nee, dit is wel gewoon mijn eigen keuze muziek. Ik hou nog steeds van funk, soul en jazz. Dus dat is wel voornamelijk wat ik draai in de winkel. Ja. Gewoon lekker chillen muziek, maar soms gaat er ook gewoon lekker een old school house plaatje op. En dan,
Ja. Ja, ik hou ervan. Ja. 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 Lekker eten, muziekje erbij, wat drinken. Ja, lekker losjes, gewoon... Genieten. Ja, gewoon voel je thuis. Ja. Dat is belangrijk. En het maakt niet uit of je met je handen eet. Dat, ik heb liever eigenlijk dat je met je handen eet. En die rot die niet met mes en vork. Nee. Zoals sommige mensen toch doen. Oh ja. Als ik hem helemaal netjes heb opgerold voor je... en dan toch dat mes en vork pakken en dan... Nee, gewoon lekker met je handen eten. Ja. We hadden het net met Lars even over dat corona. Jij hebt dat natuurlijk al met de zaak meegemaakt. Hè? Hoe heb je dat gedaan? Mijn eigen pad gevolgd, gewoon mijn ding blijven doen. Eigenlijk niet anders. Anders. Ik heb gewoon mijn ding gedaan. Heb je afhaalmaaltijden? Of ja, vooral afhaal gedaan en bezorgen. Vooral de eerste periode van de corona was dat... was dat wel iets waar je op moest inspelen. Dus wat ik deed was dat mensen via de WhatsApp konden bestellen. Ik stuurde dan tikkies en deed dan alles koud afleveren in mijn eentje. Dus dan deed ik alles 's middags klaarmaken en dan om een uurtje of vier. En dan bracht ik het tussen 4 en 6, bracht ik het bij iedereen af. Ja, en dan zette je tasje voor de deur neer, liep je naar achteren. Dat was een hele bijzondere periode. Ja. Maar heeft dat je tot andere inzichten gebracht? Want je doet nu natuurlijk dat WhatsApp ook. Of deed dat daarvoor al? Dat deed ik daarvoor, deed ik dat al. Alleen nu kwam het net iets mooier uit. Ja. Zodat mensen ook echt er meer gebruik van gingen maken. En dat doen ze nu nog steeds. Ja. Ik ben zelf dan... soms vergeet ik wel mijn telefoon, dus dan staat je op stil. Dus kom ik er iets later achter van, hey, een berichtje gestuurd. Ja. Dus dat heb ik nog wel af en toe. Ik ben lekker chaotisch. Mm. Zal ik altijd zo blijven. Maar het is hartstikke fijn dat mensen gewoon via WhatsApp kunnen bestellen. En ik ben blij dat ik dat ook heb kunnen doen. En dat ik door dat ook nog steeds besta. En dat ik één geluk heb, is dat ik alles alleen doe. Ik heb geen personeel. Ik heb ook niet echt hulp nodig gehad om zeg maar overeind te blijven staan. Dus nee. Alles eigenlijk wel. Ja, dus je hebt eigenlijk die staatssteun niet nodig gehad. Dus je hebt nu ook die ellende niet van dat je moet terugbetalen en zo. Want dat hoor je natuurlijk nu heel veel van ondernemers. Hè? Dat ze onder ik heb het in het begin wel gehad hoor. Maar had ik echt steeds weet je, ik pak maar een heel klein stukje. Ja. En die moest ik inderdaad terugbetalen. Ja, ja. Maar dat was goed te behappen. Dus je bent daar niet door in de problemen gekomen . Natuurlijk. Ja, nou gelukkig maar, want we horen wel andere verhalen natuurlijk. Ja, het is heel lastig voor heel veel mensen. Ja. Voor heel veel ondernemers. Ja. En pittig, en nu dan met de energieprijzen erbij. Ja, ja, daar wil ik straks nog eens even over hebben, hoe we dat in de toekomst gaan doen. Lars, jij had natuurlijk een enorm toestroom van cliënten, hè, omdat ze natuurlijk die revalidatie moesten doen na de corona. Maar hoe heb je dat, want jullie liepen ook met kapjes op, afstand houden. Maar hoe doe je dat dan? Want je bent wel fysiotherapeut. Je moet ergens af en toe hands-on werken. Ja, ja. Hoe deed je dat? In uiterste gevallen wel. Ja. Wat wij deden is handschoentjes, maskers. Ja. Maar ja, je probeert het ook te beperken. Ja. De patiënttoestroom werd op een gegeven moment inderdaad... voornamelijk dan dat stukje COVID. En dat kan je dan ook wel hands-off doen. Hè? Ja. Maar dat hands-on, als iemand geopereerd is... dat werd natuurlijk ook allemaal steeds wel minder. Ja. Maar er waren natuurlijk ook patiënten die geopereerd waren... aan een nieuwe knie of heup. En die moesten zeker ook gemobiliseerd worden. Anders heb je bijvoorbeeld een beperking in het gewricht. Ja. En dat ging dus heel mondjesmaat, zullen we maar zeggen. We moesten dat toch doen. Ja. En dan inderdaad handschoenen, toch zoveel mogelijk op afstand. Iedereen altijd laten liggen, zodat je ver uit elkaar bent. Ja, zo werd dat dan gedaan. Ja, het is eigenlijk een rare periode geweest. Hè? En wat ik wel merk is dat we eigenlijk nu met z'n allen er helemaal niet meer zo over nadenken. Hè? Het is ver weg, het bestaat eigenlijk niet meer. Terwijl dat je natuurlijk wel hoort dat mensen op het moment toch wel weer ziekte van zijn. Ja. We behandelen het nu natuurlijk gewoon als een soort griep. Dat is eigenlijk ook wel goed, want we zullen ook wel verder moeten. Je kan niet op slot blijven. Ja. Maar het blijft natuurlijk een gevaarlijk goedje...
Ik hoor toch ook wel weer dat er toch weer mensen in het ziekenhuis belanden op dit moment. Dus ja, daar zijn jullie dan de eerste opvang natuurlijk na zo'n ziekenhuisopname weer. Ja, dat blijft ook zeker. We zien gewoon nog steeds dat er inderdaad long-covid-patiënten bij ons terechtkomen. Zeker als ze uiteindelijk opgenomen zijn in het ziekenhuis. En dan kunnen ze alsnog ook dat traject in. Ja. Dan kunnen ze alsnog bij ons terecht. Ja. En dat zien we ook nog steeds wel gebeuren. Veel minder, gelukkig. Ja, ja. Natuurlijk ook vaccinaties gehad. En dat draagt ook bij dat het wat minder heftig is. Maar zeker zijn er nog steeds mensen die daarvoor behandeld worden. Ja. Ja. En wat is nou eigenlijk de grootste groep dan, wat jullie op dit moment... is dat toch nog steeds revalidatie? Of? Ja, we zijn ook wel veel in revalidatie. Ik ben ooit de praktijk gestart en die groeide en groeide. Vanwege het feit dat ik toch wel meer in de sport deed. Ja. Dus dan kom je al snel bij knieën, voetballers met voorste kruisbanden, meniscus. Ook schouders, schouderproblematiek. Dus die, eigenlijk sinds dat we hier zijn gekomen is het veel diverser geworden. Ja. Je hebt ook te maken met oudere personen. We zijn nu ook bezig met een stukje valpreventie dat we uiteindelijk uit zouden willen zetten om mensen ouderen fitter te maken, zodat ze ook makkelijker door het leven gaan. En dan inderdaad, sommige mensen zijn dan valgevaarlijk en daar heb je een stukje valpreventie zou je kunnen doen. Ja. Maar het is heel divers. Ja. Heel divers. Niet heel specifiek echt heel veel dit of heel veel dat. Nee. Hier wordt het... je hebt ook wel bijvoorbeeld met een aantal fysiotherapeuten... is het zo, de ene die is wat meer gespecialiseerd in dit... en de ander dan weer in dat. Ja. Ja. Dus Zo wordt dat toegespitst. Ja, ik snap het, ja. Joni. Hi. Mogen wij nog een mooi gedicht van jou? Ja, ik heb ze net een geschreven. Echt waar? Ja. Wauw. Ik voel me vreed. Nee, ik heb hem de komkommer genoemd. En, oh jee. Kukumis, dat is denk ik de Latijnse naam. En vroeger zagen komkommers allemaal uit als augurken. En het gaat over dat alles heel, heel glad moet zijn en doorgeëvalueerd moet worden. Dus vandaar de naam de komkommer. De komkommer. Oké, dus hier gaat hij. De komkommer. Pas op je woorden, let op je ziel, bedek je schedel als je over komma's rent. Van steen naar steen, hak op de tak, steel ik je bladen voor de edele delen. Wie ben ik, is de vraag. Ik ben de wereld. Ik ben het al te samen, alles hedendaags. Mooi, en dat heb je echt net, dat heb je letterlijk net, wauw. Dankjewel. Goed. Joni, wat heb jij met bananen? Ja, echt helemaal niks. Helemaal niks, hè? Nee. Nee, maar nou heb je ook wel met een komkommer volgens mij, want... Nou, ik vind het wel lekker, maar dan met aromat, maar dat is heel slecht. Ah. Of met zout, maar liever aromat. Ah ja. 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 Oké, nou... Ja, over die bananen, daar gaan we dadelijk in tweede uur wat verder op in natuurlijk. Het is een beetje inside information dat ik weet dat jij bananen... Ik weet waar dit naartoe gaat. Ja, jij weet waar dat naartoe gaat. Ja, oké. Deze mag ik nog aan jou vragen. Ja. Want jij hebt natuurlijk die coronatijd met jouw zaak niet meegemaakt. Maar je zat natuurlijk wel al in de horeca toen, hè? Ja, klopt. Ja. Tijdens de corona werkte ik bij het avontuur. Ja. En eigenlijk, ja, AVO dicht en nu. En toen kwam Rob met zijn bakkerij. Ja. Waardoor dat er toch nog wel een stukje werk bleef om hem te helpen. Dat was gewoon heel raar. Ja. In ene keer stond je overdag in de kroeg in plaats van 's avonds. Ja. Maar verder, ja, ik ben blij dat Rob er gewoon goed uitgekomen is. Maar op een gegeven moment heb ik ook de overstap naar Bibelo gemaakt. Net wat meer uren. En ook dat was raar. Je staat in een poppodium, maar er is eigenlijk geen publiek. Een zaal waar normaal gesproken 750 man in kan, kon je nu maar 100 man in kwijt. Alles op de vierkante meter, anderhalve meter uitgestippeld. En dat doet eigenlijk wel zeer. Ja.
Maar ja, je weet dat het moet. Ja. Dus het werk in de horeca was gewoon heel vreemd. Ja. Op dat moment, want er was eigenlijk geen horeca. Ja, het is ook nog heel lang dicht gemoeten natuurlijk, hè? Want ja. Het was het eerste dicht en het laatste open, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Horeca, en, ja. Ja, het is gewoon vreemd, lege panden, 's nachts helemaal niks meer. Ja. Ik werkte overdag bij Bibelo, dus dat is weer net wat anders. Maar ja, je merkte toch, ook voor mij was er weinig werk, want er was 's avonds niks, er was geen feestje. Ja. En het was gewoon heel raar. Ja. Ja. Ja, ik weet nog wel, ik ben op een gegeven moment ook een keer naar een concert geweest. Moesten we in een vak gaan staan, hè? Ja. Ja. Ja, dat was heel vreemd. Dan ga je naar een concert en dan staat er dus een soort vlak en dan moet je ergens staan. Dat was wel, ik was met een vriendin naar Palmparkies ja. Tegenwoordig. Ja. En daar hadden ze hoepels op de grond gelegd. En iedereen moest buiten in een hoepeltje gaan staan. Ja. Ja, er was best wel een feestband. Ik weet even niet meer precies welke, maar je moest zitten. Dus die had maar een of andere choreografie bedacht op een stoel. Ja. En dan zit je met je vriendin samen, met je emmertje, met drank, zeg maar, in een hoepel. Ja. Naar een concert te kijken en een beetje te klappen en te stampen. Want dat is het enige wat je mocht doen. Ja. Zelfs ja. Meezingen mocht niet. Nee, zeker niet. Hè. Nee. Ze toch was uit de boze zingen. Dat was rare periode. En gelukkig is het achter ons. Laat me ook maar hopen dat zulke soort dingen niet meer terugkomen. Want dat is echt wel. Net wat je zegt, dat 's avonds natuurlijk, die uitgestorven stad. Het was heel vreemd. Ja. Een uitgestorven stad is, eigenlijk wil je dat niet. Want ja. Ook dat maakt gewoon ondernemen. De horeca hoort er ook echt gewoon bij. Ja. Je kan niet zonder als stad, want dat is wel wat het ook bruisend maakt, zowel overdag als 's avonds. Ja. Ja. Ja, over bruisend, daar heb ik natuurlijk ook regelmatig gesprekken over met Juno. Wij gingen een aantal maanden geleden gingen wij op zaterdagavond de stad in Juno. En toen gingen we. Gaan we praten? Ja, nee. Ja, ik wilde even weten. Weet jij, dan was gewoon alles dicht op zaterdagavond, hè? Om 1:30. Ja. Toen hebben we echt stad en land afgewerkt. Er was niks open. Nee, ja, maar dat was ook wel een hele rare tijd. Het was een soort van ultiem moment van bezinning. Het is alsof we allemaal teruggestuurd werden van: nu moet je nadenken. En heel veel mensen zijn ook heel veel rare dingen gaan doen of nieuwe dingen gaan doen na de corona. Dus ik denk dat het ook wel mooie dingen heeft gebracht. Maar het is zeker weten raar als je om 2:00 s'nachts door een stad loopt die uitgestorven is. Ja. Het was bijna eng. Ja. Misschien was het wel eng. Ja, ja, het was zeker eng. Dat, maar ik heb het eigenlijk over nu. Nu? We zijn net een paar maanden geleden waren we om 1:30 s'nachts waren we in de stad. Het was alles dicht. Ja, maar dat zei ik al, daar begon ik mee. Ja, dat is nog steeds. Dat is heel raar. En dat is gewoon, ik weet niet of dat een overblijfsel is van corona. Ja. Dat mensen gewoon zoiets hebben van: ik vind het wel goed zo. Ja. Gelijk thuis zitten. We hebben toch weinig werk als nachtburgemeester. Dat is wel lekker rustig, toch? Of heel veel werk te doen. Dat kan je je afvragen dan weer. Ja. Maar ja, dit is. Ja, ik heb soms ook het idee dat niet alleen de mensen het wel goed vinden zo, maar dat het ook vanuit de gemeente zoiets is van: nou, het is wel goed zo, lekker rustig. Als je ook kijkt wat er bij de vrijheid gebeurd is met de vergunning daar. Mm-hmm. Dat was natuurlijk vroeger een vergunning tot 3:00 s'nachts, heel de week door. En de nieuwe eigenaar heeft alleen maar een vergunning gekregen tot 12:00. Ja. Moet om 12:00 zijn deur sluiten, dan moet iedereen weg door de week en in het weekend tot 2:00. Kijk, de vrijheid was een kroeg, daar ging je naartoe als er niks. Of ja, niet als er niks was, maar als je dan bijvoorbeeld, weet je wel, je was uitgespeeld ergens anders. Je stapte daar om 12:00 naar binnen en dan kon je nog 3:00 daar je vermaken. Maar tegenwoordig, dan is het gewoon klaar. Dat was een van de laatste footholds in deze stad. Ja. En nu is het gewoon zo van: ja, waar moet je dan naartoe? Avontuur. Ja. Alleen het avontuur. In het weekend? Nog, ja, in het weekend. Of door de week heb ik het over nu, hè? Maandag tot.
Er is niks. Nee, er is echt nergens waar je dood gevonden zou willen worden door de week. Dat je in het avontuur ook gewoon door de week... Nee, er is echt niks. En of je in het avontuur wil zijn, is een tweede discussie. Dat verbaast me wel. Ben je wel eens thuisgekomen naar een avondavontuur? Heb je geroken hoe je ruikt? Je kat wil niet eens meer met je knuffelen. Nou ja, jij zegt het. Maar... Oké, heb jij nog een mooi gedichtje in je bundel zitten? Ik heb een nieuwe. Een nieuwe? Ja, ah. Die heb ik hier. Want wanneer... Hij is al een beetje gehaald. Eventjes nog heel brutaal. Komt er een nieuw dichtbundel aan? Ja, zeker. Ik ben altijd aan het werken aan nieuwe boeken. Ja. En ik probeer nog steeds een soort nieuwe Bijbel te creëren. Die mensen gaan volgen. Ik hoop dat het deze wordt. Dit is De Nachtnarcist. Dit wordt mijn nieuwe boek. Dit is niet de nieuwe cover. Dit is een proefdruk. En het is niet dit geworden. Maar ik heb hem wel bij me, want het is makkelijk lezen. En anders, maar ja, ik had weer een nieuwe gedicht in deze gestopt. Dus deze staat er niet in. Maar koop hem wel. Spannend. Zeggen. Het gaat ook over corona. Zoals alles. Het was een rare tijd. Ik was mijn ogen kwijt. En overal waar ik zocht, kon ik niet kijken. Ik deed alles op de tast. En doortastend was ik niet. Wat mijn visie die ontbrak. Het was een zoektocht naar niets. Maar had ik beter geweten, had ik niks gedaan. Want mensen die niks doen, kunnen niet in de weg staan. Ze zitten op de bank en een schaaltje borrelnootjes erbij. Kijken hoe het leven voorbij gaat. Ze houden de realiteit op afstand. Maar ik, goede vriend, ik neem deel aan dit schouwspel. Deze poppenkast zonder gordijnen. Het is een rollenspel vol waanzin. Ja, hij is mooi. Hij is mooi. Er zat oorspronkelijk nog een eind aan, maar ik weet niet wat achtergebleven is. Maar ik vind hem eigenlijk wel mooi zo eindigen, dus we houden hem zo. Ik vind hem mooi hoor, Judo. Echt waar. Ja, dankjewel. Dees, als ik aan jou vraag, hè, want ik begrijp dat je nu ook werkt in Doorn. Ja, klopt, als vrijwilliger. Ja. Ja, want die zitten ook, nou ja, alweer enige tijd, maar die zitten natuurlijk ook in een nieuw pand, hè? Dat klopt. Die zijn van de Spuiboulevard naar de Munt gegaan. Ja. En de verhuizing ging langzaam. Ook de vergunningen krijgen was gewoon een heel groot probleem. Mm-hmm. Waardoor dat er eigenlijk heel lang niks geprogrammeerd kon worden. Mm-hmm. Maar nu dat de vergunningen zijn, start ook het vrijwilligerswerk daar weer. Zoals de bar draaien, waar zeker vrijwilligers nog voor gezocht worden. Ja. Maar ondertussen draaien de jam-sessies. Bibelow X door draait weer de gewone programmering van door. Woordensoep. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Technofeestjes voor tieners. Ambientavonden. Afrikaanse muziek. Exposities. Michael Geuring heeft er op dit moment één over Indonesië. Ja. Door begint weer te bruisen, eindelijk. Ja, het wordt weer door. Het wordt weer door. Ja. De corona heeft natuurlijk wel een grote klap gegeven daarin... doordat ook daar niks meer geprogrammeerd kon worden. Gelukkig hadden we een soort van basement... waar nog wel muziek gemaakt kon worden. Mm-hmm. Daar is Basement of Boom uit ontstaan. Ja. En dat leven we nog steeds voor, zoals Cultuurnacht, Dr. Boom. Binnenkort, 1 december, komt er ook een Boom ritmesessie. We gaan terug naar waar dat Boom vandaan komt. En dat is gewoon ritmes uit scrap. Okay. Gewoon neem je drumstokken mee en we gaan met elkaar ritmes maken. Oké, okay. Op emmers en andere metalen en houten. Oké, spannend. Dat klinkt leuk. Het is vooral heel leuk. En je merkt ook dan, ook al speel je niet op een echt instrument... toch ieder voorwerp heeft zijn klank. Ook een tafel, je kan erop tikken. Mm-hmm. En je kan eigenlijk al direct een ritme erop aan gaan geven. Ga tegen een glas tikken. En zo kan je samen muziek maken. En dat doen wij dan op emmers, pannen, bamboe, PVC-buizen... Ja, wauw. Ja. Dan was ik een tijdje geleden heel eventjes in Door. Daar was een technofeest voor jongeren, heb ik gezien. Klopt. Er stond wel een hele goede DJ te draaien.
Ja, eigenlijk drie hele goede DJ's. Ja, ik was alleen binnen toen Cold Rhythm stond te draaien natuurlijk. Ja. Ik had helaas niet zoveel tijd, maar... ontzettend leuk, want dat is natuurlijk een jonge jongen. En dat was, het was ook voor jongeren, hè? Dat, klopt. Ja, ja, God Rhythm Quintum, die stond in mijn winkel. Ja. En die zei, deze, ik wil heel graag een technofeestje voor jongeren. Mm-hmm. Kan dat? En toen had ik zoiets, nou, met de link naar door, ik kan het daar eens voorstellen. En ja, Jet, die ging daar gewoon mee akkoord. Het bestuur ging er mee akkoord. En op korte tijd... heeft Quinten eigenlijk zelf heel zijn DJ-avond in elkaar gedraaid... met Janox en Zero State. Diana. Ja. Ja, ik, mooi adviesje. Dat zijn wel goede DJ's. Absoluut. Het was nog een beetje rustig. Maar ik denk ook, ja, door moet gevonden worden. Ook de jeugd. We wilden expres iets voor de jeugd neerzetten... omdat er niks te doen is. De tijden van 7 tot 11... was op zich ook wel heel leuk. Maar er waren ook heel veel ouderen die zoiets hadden van... oh, ik wil er ook wel bij zijn. Ja. Ja, dat was deze keer wel mogelijk. Maar natuurlijk hopen we de volgende keer dat er veel meer... 12 tot 18-jarigen daarop afkomen... en gewoon doorgaan afbreken met goede techno. Ja. Niet letterlijk afbreken, Ja, we begrijpen je. Het dak moet eraf, zullen we maar zeggen. Eraf, ja. Zullen ze bij de Flamboyant leuk vinden? Het dak eraf. Gaan ze zeker in dank afnemen, denk ik. Het dak is net extra geïsoleerd om die beats tegen te kunnen houden... en de buurt niet al te veel te, tot last te zijn. Ja. Ja, want hebben jullie daar nog problemen mee? Eigenlijk heel weinig. Af en toe... hebben we zelf wel zoiets van, oh, we zijn een deurtje vergeten te sluiten of zo. Ja. Maar we krijgen weinig tot geen klachten. Ja. Maar ons programma gaat eigenlijk ook niet langer door dan 12:15. Oké, nou, straks wil ik daar nog wel wat meer van weten. Op dit moment dank ik jullie alvast voor het eerste uur. En tot zometeen, zullen we maar zeggen.